Dan zijn we hier gewoon aan het zoeken van hoe krijgen we jongeren aan het toneel. Want het is heel intensief als je ziet dat wij, ze zijn bijna een half jaar bezig, iedere maandagavond aan het oefenen. En dan thuis moeten ze bijna 2 uur per dag repeteren ze. En om 2 voorstellingen te doen, dat is vrij intensief. Maar het is het sowieso waard, want als je... Ja, het applaus, de spanning van het toneel, ja, dat is gewoon prachtig, ja. Het is toch wel moeilijk om ze te benaderen, want het kost heel veel tijd. Ja. Maar uiteindelijk de spanning is het helemaal waard. Ja. Nou, ik ben Bianca Hamstra en ik zit bij de Goudse Comedie sinds eind september. Wat doe je hier zoal? Toneelspelen en hoe is dat voor jou? Je bent hier net nieuw. Ja, klopt. Nou, het is heel leuk. Ik ben opgevangen in de woensdagavondgroep. En dat is eigenlijk een groep die door de voorzitter en door een spelend lid hier al een aantal jaar eigenlijk ervaren is. Opgezet om nieuwe leden echt te verwelkomen. Want voor het stuk voor de Goudse Schouwburg, ja, daar zijn eigenlijk de rollen al verdeeld en dan zou je niet mee kunnen doen. Dus op dit moment is het mogelijk voor nieuwe leden om dan op de woensdagavond allemaal oefeningen te doen. Kennis maken met een stukje schrijven. Hoe zet je nou een toneelstuk op? En ja, vooral veel doen en oefenen. Om misschien uiteindelijk dan in het grote stuk terecht te kunnen komen. Dus zo ben ik eigenlijk binnengekomen. En was ik altijd welkom op de maandag al de groep te leren kennen. Dus was ik ook aanwezig. En ja, wat is nou zo het leuke aan toneelspelen? Ja, je mag iemand heel anders zijn. Dat vind ik zelf heel leuk. De rol die ik tot nu toe heb gespeeld, dat is bijvoorbeeld helemaal niet wie ik ben. Maar het is wel heel leuk om te vertolken. Het lijkt wel een beetje een uitlaatklep of zo. Zoals sommige mensen dat met sport bijvoorbeeld hebben. Dat je echt gewoon even totaal iets anders doet en daar helemaal in opgaat en mee bezig bent. Kan je een korte avond hier beschrijven? Nou, we komen hier binnen. Nou, dan nemen we even koffie of thee. Ja, we hebben of we gaan verder met het stuk uitbreiden wat we aan het oefenen zijn. Of we gaan het echt oefenen, uitbreiden. Dat ben je allemaal aan het leren dan tegelijkertijd. En af en toe doen we ook oefeningen om gewoon überhaupt het toneelspelen onder de knie te krijgen.